en welkom weer bij een nieuwe tutorial van de Gemstones. Er was een iemand die een aanvraag had gedaan voor het maken van een meskever. Dus ik heb een steentje gepakt en ik heb er een bruin laagje over gedaan, dus cashmere tan. Ik heb er daarna een paar vegen van die cinnamon brown erop gegooid. Zo hier en daar overal een beetje zo. Maakt niet zoveel uit. En een beetje wit, die kleine streepjes, die zie je ook wel staan. Probeer een beetje mest te maken, weet je wel. Daar moet toch ergens op zitten, zo'n mestkever. En als laatste een beetje burnt amber. En dat zijn die donkere puntjes die je hier en daar ziet. Dus dat is het voorbereiding van steentje. Ik heb daar niet een tutorial voor gemaakt. Zwart heb ik nog wel gedaan. Dan zie je ook een beetje, zeg maar die heb ik heel erg verdund. Dus ik probeer gewoon een mesthoop te maken. Het is gewoon een normaal riviersteentje. Goed, we gaan beginnen met ons. Ik heb hier een schetje gemaakt. Dat maak ik meestal op papier, een schetje van tevoren. En omdat het al een geschilderd steentje is, ga ik gewoon met verf eroverheen. Dan kun je het een beetje volgen. Want als ik hier met potlood overheen ga, dan zie je het niet. Sorry, ik ben een beetje verkouden. En dan is het een beetje lastig te praten. Nou, ik begin eerst met die ovaal. Dit is een soort, echt een ovaal. Nou, iedereen kan wel een ovaaltje schilderen. Dat is zeg maar de basis van onze mestkever. Dat is het lijfje. Ik zal eventjes beter inzoomen. Momentje hoor. Ik kan het wel een beetje zien. Net wat ik zeg, ik doe dit gewoon eventjes met verf. Dan kunnen jullie het wel volgen. Normaal gesproken als ik een steentje maak, dan doe ik eerst met potlood. Maar dat is niet zo handig, want dan zien jullie het niet wat ik aan het doen ben. Kijk. Een beetje inzoomen. Goed. Dus, gewoon een ovaaltje. Ik maak de onderste een beetje puntiger, zoals een citroen. Die heeft ook zo'n puntje. Een citroen. Dan maak ik hier die inhammetjes. Die dan bij dat bovenstukje van het lijf hoort. Zo. Het is een soort inkeping. Zie jullie het? Dan maak ik de ovaal een beetje meer rechter zo bij de voetjes. Of bij het bovenste stukje. Zo. Ik probeer nu mijn video's niet meer versneld op te nemen. In ieder geval niet op de cruciale stukjes. Soms doe ik het wel een klein beetje. Maar ik begrijp dat mensen het toch wel fijn vinden als ik gewoon heel rustig uitleg wat ik aan het doen ben. Dus ik doe mijn best. En nu ga ik het hoofdje erop zetten. Het is een soort omgekeerd hartje zonder het onderste stukje. Dus gewoon hier naar buiten. Een soort horizontaal laagje en dan een puntje, een bot puntje. Dan heb je het hoofdje gezet. Ik kan het nog een beetje groter maken. Nu ga ik eventjes de basis van mijn lijfje ga ik eventjes inkleuren. Dat doe ik gewoon omdat het dan wat makkelijker de volgende kleurtjes gaan hechten. Dus omdat ik natuurlijk eerst die onderkant heb gemaakt, wil ik dus eventjes weer een basiskleur hebben. Dus ik pak gewoon die wit die ik dus nu open heb. Als je gesso wil gebruiken om je verf te besparen, ook gewoon doen hoor. Het gaat gewoon over dat je een goede lichtere kleur gebruikt, zodat je andere kleurtjes dadelijk mooi tot z'n recht komen. Ik pak even een groter kwastje erbij, mijn netty kwastje. Jullie weten wat ik bedoel. Hé, hey, netty. Die zul je nog wel vaak horen. Ik begreep dat het van die nagelsetjes waren. Dus mensen vroegen af waar ik dat kwastje vandaan heb gekregen. Nou, ik heb dat gekregen van iemand, van Netty. En zij had het gekocht als een nagelkwastje setje. Dus ze wist niet precies waar, maar misschien als jullie gaan googlen, dan dat je het kunt vinden. Nou, kijk, het is gewoon het lijfje is al bijna ingekleurd.
Dus gewoon maar een eerste laagje. Ik zal dadelijk nog wel een laagje doen. Want hoe helderder het lijfje is, des te makkelijker dat de volgende kleurtjes er dadelijk op komen. Nou, bijna het laagje erop zitten. Het kopje nog een keertje. Nou. Sorry, ik heb nog steeds een kikker in mijn keel. Ik ga nu die pootjes zetten van dat beestje. Dus een beetje een soort van dat hoekje, dat inhammetje, ga ik naar beneden. Ik pak even mijn dunner kwastje erbij. En dan ga ik deze naar beneden halen. En dat gaat dan in een puntje. Dus probeer echt op laatst maar een heel klein beetje te gebruiken. Dus opnieuw, vanaf dat onderste lijfje uit. En dan naar beneden. En een beetje naar buiten. En opnieuw probeer het zo dun mogelijk aan de onderkant te maken. En opnieuw, dit is alleen maar de onderkant, zodat dadelijk die kleurtjes mooi hechten. Nou, zo'n beestje heeft hier meerdere pootjes. Dus hier ga ik er nog eentje zetten. Onderkant, ik begin met een soort V'tje. Zo. Die buigt een beetje naar binnen toe. Dus een beetje een soort half boogje, zie je? Hetzelfde aan deze kant. Ook naar binnen vouwen. Zo, oh, wacht. Mijn been is niet zo goed. Ik heb hem een beetje opzet gedaan. Nou ja, fixen we dadelijk wel. Kan ik er nog iets aan doen? Nou, nee. Ik doe dadelijk wel iets anders. Mijn cashmere grey. Oh, jeetje. Ik ga altijd touch-up, hè? Je kunt altijd het verbeteren. Even dus die inhammertjes, zeg maar, sowieso even fixen. Nou, zo'n beestje heeft natuurlijk nog meer poten. Dan gaan we die eerst maar doen. Die bovenste. En die doe ik dus op dat dan. Ik zit daar weer onder de verf. Probeer ik jullie uit te leggen, zit ik onder de verf. Nou, deze gaat naar boven toe. Nou, dat komt wel mooi uit. Ik ben een beetje uitgeschoten, maar het maakt niet uit. Die heeft toch een soort raar boven dingetje is meer. Is hoger of wat dikker. En de bovenkant is een onderkant. En dan heeft hij van die weerhaakjes. Dus ik probeer dat hier alvast een beetje te doen. Dat hij in ieder geval die weerhaakjes heeft. En dan heeft hij zo'n middelste grote vinger. Zo. Zo'n voelspriet, ik denk dat het is. En dan die weerhaakjes. Kijk. Zo. Nou, zijn antenne. Of zijn het de ogen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Sommige van die beesten die hebben die ogen op die voelsprieten zitten. Tenminste, op die dingen zitten. Ik heb helemaal niet gestudeerd voor de mestkever. Maar ja, ik vond het wel iemand dat vond het zo grappig om het om te doen. Dus ik dacht, ja, vind ik eigenlijk ook wel leuk om een keertje te doen. Plus, ik heb natuurlijk die speciaal poeder. Dat holografische poeder. Die kun je wel bij de nagelsalon halen. Nou, ik ga die eventjes die benedenbeen even fixen. Want dat zit natuurlijk helemaal off-center. Hè? Dus hij heeft een beetje een rare been. Dus ik ga gewoon eventjes deze eroverheen. Zo. Dat kan natuurlijk niet, hè. Dat is natuurlijk het fijne van de acrylverf. En ik ben natuurlijk wel zo'n muts, zeg maar. Ik laat dan ook mijn fouten zien, hè. Dus ik ben ook gewoon maar een normaal mens. En fout, die moet je ook. Dus zo'n goede YouTube-filmpje wat alles perfect gaat, daar geloof ik helemaal geen snars van. Dus ik maak ook al foutjes en ik laat het lekker aan jullie zien. En dat je het daarna ook nog kunt fixen. Zo, kijk, dan zit hij tenminste op dezelfde hoogte als die andere poot, hè? Want dat zag er natuurlijk niet uit. Kijk, nou zit het een beetje beter.
Hier kan ik maar wel mee leven. Nou, ik ga nog een klein laagje aanbrengen op het lijfje zo. Dat ik zo min mogelijk van dat bruin er tussendoor zie. Zo. Mijn beestje. Ja, iedereen die maakt tegenwoordig van die mooie lieve heersbeestjes. En ik ben er ook wel zo eentje van. Ik vind het ook wel leuk om lieve heersbeestjes te maken. Maar een meskever heeft ook heel mooie kleurtjes. En dat holografische poeder. Ik zal er een linkje van in de omschrijving zetten van YouTube. Je kunt hem op verschillende plaatsen kopen. Als je niet kunt wachten, kun je de beste naar... Oh, ik ga niks zeggen. Je moet het maar lezen. Maar in ieder geval, er zijn verschillende opties waar dat je het kunt kopen. Natuurlijk bij je oma en die andere als je een wens doet. Daar kun je natuurlijk goedkoper kopen. Maar als je niet kunt wachten, dan moet je naar andere sites gaan. Nou, ik heb mijn foutjes gefixt. Nu gaan we kleuren. Ik heb fuchsia van. Het is een beetje paarsig. En wild eggplant, donkerpaars. En dan nog een donkerder, majestic purple. Dus ik ga spelen met die drie kleurtjes. Ik begin met mijn lichtere kleurtje. Ik zet er even erbij. Gewoon eventjes de outline. Gewoon even een beetje inkleuren. Je bent gewoon, op dit moment ben je een beetje aan het spelen met de kleurtjes die je hebt. En natuurlijk kan je natuurlijk ook groen en blauw maken. Dat is ook misschien ook een hele leuke. Ik vond het wel een keer leuk om met mijn paarse kleurtjes te spelen. Dat is leuk hè, je speelt met kleur. Ik pak eventjes een kopje thee erbij. Ik heb hier een groot pot langs me staan. Dus als je iets raars hoort, dan ben ik aan thee tanken. Zo. Nou, mijn donker. Dit is volgens mij de wild eggplant. Ja. Dus ik speel dus met lichter aan eerst. En dan met die donkere kleur, die wild eggplant. Dus het tintje donkerder ga ik dan weer... daarna. Dus dan probeer ik zeg maar, als de verf nog een beetje nat is, probeer ik ze samen te voegen. Dat is het makkelijkste. Als je nou wacht tot het droog is, dan is het moeilijk om verf te mengen. Hetzelfde hier, dus eerst die lichtere kleur. En het leuke van dat poeder, want ik heb dadelijk niet zo heel veel tijd om dat te laten zien. Dan ben ik te enthousiast bezig en dan heb ik het er al opgegooid voordat ik het jullie uitleg. Maar wat het leuke is dat je nog de kleurtjes eronder ziet. Dus het is een soort doorzichtig spul, maar als je dan op een bepaalde manier hou je dat vast. En dan zie je dus andere kleurtjes en dat vind ik wel grappig. Ik pak even mijn deep paars erbij, mijn deep purple. Dat is echt een heel donker paars. Ja, kijk, leuk is dat. Laagjes, laagjes, laagjes. Dus ik ben continu aan het spelen met mijn donkerpaars en dan de tinten daaronder. En probeer dus allemaal in één richting te gaan. Dus eventjes het bovenlijfje hier ook met dat deep purple. En dan blend ik dat in met die deep, met dat andere, dat wild eggplant noemt ze dat. Maar het is gewoon een soort aubergine kleurtje. En dan met die lichte. Het is lastig te zien. Mijn lamp, ik heb hier een hartstikke goede lamp van mijn man gekregen. Die heeft het geïnstalleerd, zodat ik ook op donkere dagen kan blijven schilderen. Ik schilder hier op zolder. Ik pak wat blauw erbij. Kobaltblue.
weer een ander tintje, dat je dezelfde kleuren hoort. Dus ik ga dat eventjes hier een randje aan de buitenkant met dat kobaltblauw doen. Hetzelfde aan deze kant. Ja, aan die kant ook. Even nog dippen in mijn dupe purple om het samen te voegen. Dan ga ik de onderkant hier, dus dat wat dat lijfje is, dat is gewoon heel donker. Zo, dan ga ik hem helemaal samenbrengen naar dat streepje wat ik net heb gezet. Eigenlijk moet ik het gewoon laten drogen nu. Als ik zeg maar te veel aan het spelen ben. Ik pak even mijn turquoise bij. Dat is een heel lichte kleur. Om net een beetje een ander kleurtje te geven. Dus dat mag ook. Je kan gewoon al spelen met je andere kleuren. Omdat de verf nog een beetje nat is. Voegt dat best wel leuk samen. Soms als je aan het kleuren bent. Dan is het wel leuk zeg maar om verschillende dingetjes te proberen. Deze kant wil ik wat lichter hebben. Doe ik aan de bovenkant hier ook. En dan pak ik hem met deep purple. Probeer ik het zo een beetje samen te voegen. Nou, mijn groen, dit is een heel licht groene, lime green, hè, lijmgroen. En ik probeer dus ook een beetje kleurtjes te brengen met een ander kleurtje. Dus lijmgroen, als je dat nou niet leuk vindt, dan kun je natuurlijk ook andere kleurtjes pakken hoor. Maar ik vond het wel leuk. Dan ben ik niet tevreden over wat ik zie. En dan ga ik gewoon door, net zolang tot ik wel tevreden ben. En omdat het acrylverf is, is het heel vergevend. Dus als ik het nou niet mooi vind, dan ga ik er gewoon overheen. Maar dat spul, dat poeder, het maakt ook wel heel veel goed hoor. Want als ik nou naar dat stukje, naar dat steentje kijk, denk ik, raar beest. En ook niet zo mooi, niet zo netjes. Maar dat maakt niet uit. Want strakjes met dat poeder, ja, dan zie je er eigenlijk, ja, dan zie je het natuurlijk wel. Want je ziet die kleurtjes eronder. Maar zoveel valt het niet op. Dus het hoeft niet perfect samengevoegd en samen te gekomen zijn. Want ik ben gewoon veel te ongeduldig. En soms heb ik gewoon, dan ziet het er gewoon niet uit. Maar net ook zeg, dat holografische poeder maakt heel veel goed. En je kunt er ook heel leuke andere dingetjes mee doen hoor. Ik heb gewoon nu dit meskevertje gemaakt. Maar je kan heel veel leuke dingetjes doen met zo'n poeder. Bijvoorbeeld de veren van een vogel kun je er ook heel mooi een beetje hier en daar aanbrengen om het een glans te geven. Dus ja, prima. Ik pak even zwart erbij en ik ben eventjes een lijntje eromheen aan het maken. En natuurlijk die vleugeltjes, die moeten natuurlijk ook gesneden zijn door het midden. En dan heeft hij hier een soort ja, hartje-achtig inhammetje. Dus ik maak gewoon dat V'tje hierboven. Ik maak dit stukje nog wel een beetje donkerder. Kijk, het wordt al wat. Slokje thee. Ik kan niet praten. Ik ben gewoon hier alleen een omtrek aan het maken.
goed spelen. Deze kant ik dat ook een beetje. Dan pak ik mijn turquoise er weer bij. Om een beetje highlight te maken aan deze kant. Dan ga ik het zo samenvoegen met dat groen, het lijmgroen. Als jullie nou ook iets hebben wat jullie graag willen leren, dan vraag het maar raak. Ik kan een berichtje zetten hier onder dit berichtje. Zeg van, oh, Rosemarie, ik vind het leuk. Kun je mij alsjeblieft een landschap leren te maken? Of kun je mij leren om een rood bosje te maken? Je moet het maar even laten weten. Omdat het dan in mijn YouTube-filmpjes zijn, die ga ik dan eerst aan. Dus als iemand een commentaar geeft in op mijn YouTube-kanaal, of van ik wil graag dit leren, die doe ik eerst. Ik weet dat ik ook heel veel actief ben op andere sociale media. Maar mijn volgers, die gaan voor. Dus je bent je volger, dan ga je voor. Dan heb je privilege. Privileges. Leuk is dat. Zo. Ik heb nu 380 volgers. Dus ik vind het hartstikke leuk van degenen die mij volgen. Vind ik heel lief van jullie. Ik ben nog een beetje met donker paars hier. Ik sla eigenlijk een beetje die eggplant over. Dus ik ben eigenlijk gewoon nu aan het spelen met die twee kleurtjes paars die ik heb. Zo. Leuk is dat om te zien. Als je zeg maar, als ik zelf bezig ben met schilderen, dan zie ik natuurlijk, ik zie natuurlijk wel wat ik doe, want dan zou het helemaal erg zijn natuurlijk. Maar af en toe dan denk ik wel eens, oh, waar ben je nodiger? Waarom heb je dat nou gedaan? En de andere keer denk ik, ja, het wordt al steeds mooier. Dus, op dit moment denk ik van, ja, nu gaat het de juiste kant op. Leuk is dat. Eens even kijken. Ik maak mijn inhammetje, dat ding. Ik heb geen idee. Het is een soort dame die, dat denk ik gewoon, waar die spiervleugeltjes samenkomen. Dus ik heb even wat donkerblauw. Dus die kobaltblauw die ik heb staan, daar ben ik nu aan in aan dippen. Dus die valt net buiten beeld. En dan weten jullie wat ik mee bezig ben. Dus het is echt die hele donkere blauwe die ik nou aan het spelen ben. Deze kant ook een beetje. Even zien. Tijd voor de beentjes. Dit is gewoon een mengeling van die donkerblauw. En ik had natuurlijk nog een beetje van dat paars op mijn penseeltje zitten. Dus ik ben gewoon hier nou met die kleurtjes aan het spelen. Dus ik probeer het dan blauw dichter bij het lijfje te doen. En dan die paars zeg maar aan de onderkant. En opnieuw probeer ze dun mogelijk te houden aan de onderkant. Je wil natuurlijk niet een hele dikke onderpoot hebben. Want dat is natuurlijk wat het mooie maakt van zo'n insect. Dat hij zo'n hele dunne pootjes heeft aan de onderkant. Ik ben nu die weerhaakjes een beetje aan het schilderen. Ja, je moet eigenlijk zorgen dat je penseeltje een klein beetje nat is. Niet al te nat. Dus een keertje schoonmaken, afvegen en dan in je verf. Daarbij heb je ongeveer de juiste samenstelling. En dat kun je meer kleinere details mee aanbrengen. Dus als het een beetje dunner verf is. Dan heb ik hem volgens mij te dun. Kijk, dat zag je, hè? Dat loopt meteen uit. Daarom zit ik ook natuurlijk onder de verf.
So. Even die weerhaakjes weer. Een beetje te dik. Maar ja, maakt niet uit. Maak wel wat van. Het is niet het meest strak schilderijtje wat ik heb gedaan, maar. Zo. Een puntje. Nou, maar weer haakjes. Al goed. Andere kant. Ik moet continu terug dippen natuurlijk, omdat ik natuurlijk mijn penseeltje alleen maar op een puntje geladen. Want anders wordt het te dik. Dan krijg je te dikke strepen. Dat vind ik niet mooi. Zo. Dan maar weer haakjes weer. Eventjes draaien. Maakt mijn eigen makkelijker. Dus waarom moet ik doen als we het makkelijker kunnen? Het is hetzelfde waarom ik mijn veertje ook omdraai. Dus soms moeten we het gewoon draaien. Mijn bovenste pootjes. Ik heb inmiddels al zoveel dopjes hier staan dat mijn hand gewoon elke keer naar het dopje verdwijnt. Ik was gisteren aan het eten. Mijn man, daar heb je toch op je hand zitten. Daar zat ik helemaal onder de verf. Ben ik zo druk bezig dat ik het gewoon niet zie. Lekker kliederen met verf, dat mocht ik vroeger van mijn moeder niet. En nu doe ik het lekker zelf. Ben ik zelf moeder. Ben ik lekker aan het kliederen. Ik vind het wel gezellig, want elke avond vaak zit mijn dochter dan langs me en die kan ook heel goed tekenen. En dat vindt ze zelf dan niet, want dan zit ik dan natuurlijk langs en dan ja, ziet ze mij. En vooral met mijn portret. Kijk, deze steentjes, ja, dat vindt ze niet zo heel erg boeiend. Maar als ik mijn portretsteentjes maak voor mensen, dan vindt ze dat ze helemaal niet goed kan tekenen. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet waar. Helemaal niet waar. Meidje kan wel goed tekenen. Goed, ik ga nu het hoofdje nog even doen. Ik doe dat met een beetje wat lichtere kleuren. Dus die turquoise met blauw. En dan bovenkant dat stukje doe ik wat donkerder. Zie? Dan heb ik een beetje een soort inval op dat gezichtje. Ja, leuk. Wat is het leuk? Nou, die kaakjes. Weet je dat de mes is even een leuk feitje, want dat weet ik wel een keertje van Discovery heb ik een keertje gekeken. Dat zo'n meskever, hè, die moet dus een hoop mest. gaan vinden. En hoe groter zijn mest is, des te meer kans heeft hij om het vrouwtje te vangen. Of te vangen. Ja, dan heeft hij meer kans. Dus ik ga natuurlijk niet zeggen wat het Engels woord voor mest is. Maar soms heb je wel echt mest nodig in je leven. Is het deze meskever wel in ieder geval. Vond ik wel grappig. Het is hetzelfde spreekwoord als wij hebben. De enige, was het de enige, nee, wat was het ook alweer?
iemands rotzooi is een andermans schat of iets dergelijks. Wat was het ook alweer? Je weet wat ik bedoel. Kijk. Hij staat, min of meer staat hij er al op. Ik ga eventjes nog een paar highlights aanbrengen aan het schildje, de achterkant. Hier zo hier en daar een streepje zetten. Beetje hier zo. Oh, te veel. En een beetje hier aan de bovenkant. Yep. Spelen met kleurtjes. Deze kan het ook een beetje donker maken, er bovenop. Mijn donkerpaars is bijna, mijn dopje in ieder geval, is bijna op. Moet dadelijk toch even schudden met mijn potje. Ik heb het groene vind ik toch een beetje te dik, dus ik ga het gewoon een beetje meer brengen naar realiteit, zeg maar. Dus onder een beetje meer andere kleurtjes. Ik ben niet echt tevreden met de onderkant. Ik probeer gewoon met donkerblauw en dat paars toch een beetje anders te brengen. Want ik vond hem toch niet echt helemaal je van het. Dus dat met een beetje donkerblauw krijg ik meer een soort het idee dat het een bolletje is, zeg maar. Hè? Niet een langwerpig dingetje. Beetje samenvoegen. Okay, dat ziet er al een stukje beter uit. Dan zie je gewoon dat ook ik, als ik bezig ben, dan denk ik van ja, iets klopt niet. Kijk, zo is het beter. Deze kant ook een beetje blauw. Beetje blauw maken. Dan ben ik bezig met het juist mengen van de kleurtjes. Dus dan ben de voorkant meer paars en de achterkant meer donkerblauw. En aan de onderkant krijgen we dadelijk een stukje lichter. Want dat is natuurlijk zo'n staartstukje. Ga ik hetzelfde doen aan deze. Dus ook dat doe ik met ook dat blauwige aan deze kant. Ik zei het ook niet te snel tevreden ben. Nou, met donkerblauw, zoiets samenvoegen. Nou, een lichtere kleur. En mijn penseeltje heb ik niet tussendoor, doe ik niet spoelen hoor. Anders is het gewoon te nat en dan houdt het gewoon, ben je gewoon niet aan het blenden. Dus tussendoor, ik ga gewoon echt van. Daarom zie je mijn dopjes ook alle kleuren van de regenboog hebben. Dan ben ik echt aan het dippen van de een naar de andere. En daarna doe ik dat wel afvegen of ik een keertje goed schudden met verf. En dan heb ik wel weer de kleurtjes die ik nodig heb. Ik ga hier een highlight aanbrengen aan de bovenkant van dat dingetje. Dan ben ik aan het twijfelen. Dit stukje nog een beetje. Hier nog een beetje highlight.
Ja, sorry dat jullie zo lang moesten wachten op de tutorial. Want ik zeg, ik heb echt flink verkouden geweest en ik had bijna geen stem. Je hoort het me nu nog wel hoor. Daarom heb ik ook thee aan het drinken tussendoor. Dus als jullie mij horen slurpen, dan weten jullie waarvan. Dus nu ga ik dat onderste stukje, dus dat staartje, dat moet lichter zijn. Daar waar dat. Ik denk dat dat zijn onderkantje is, zeg maar. Dus ik studeer altijd een beetje plaatjes. Zo, En aan de hand nou, van een foto de of een volgende plaatje scène ga ik ook een ga ik schets jullie natuurlijk maken. laten zien hoe die Dus, holografische poeder werkt. Kijk, links heb ik het al gebruikt en rechts heb ik nog niet. En ik heb het gewoon hier, het brengt gewoon over dat verfje heen. Ik heb hier een potje van de Chinees. Nou, je weet wel, sambal. En daar doe ik gewoon een klein beetje van dat poeder, holografisch poeder, in dat bakje. Met een druppeltje van dit vernis. Van je weet wel welke winkel. En nou, ik ga gewoon in dat spul samen. En je hoeft maar echt een heel klein beetje te gebruiken hoor. En dan ga ik gewoon over op mijn geverfde kevertje. En ik probeer natuurlijk wel die streepjes en zo blank te laten. In ieder geval dat je nu wel het vleugeltje zeg maar ziet. Zie, dus als ik nou ga spelen met mijn lichtinval, zie je dus de onderkant van de kleur wel nog. Dus het is echt een soort ja, lucht, een lichtspiegeling spulletje wat er overheen gaat. Heel leuk om mee te werken. En net wat ik zeg, je hebt maar zo weinig nodig, dus je krijgt wel van die kleine potjes op die andere winkels. Ik heb deze keertje ook op zo'n winkel gekocht, denk ik. Maar ik kan die link niet meer vinden. Dus ik kan niet meer de originele link vinden van mijn zakje. Dus mijn excuses daarvoor, ik heb geen idee. Dus ik doe gewoon het lijfje inkleuren. Zo. Zie je het? Je ziet nog steeds die onderkant verf ertussen of eronder zitten. Dat is het leuke. Ik doe even dat hoofdje. Doe ik ook. En ik probeer natuurlijk wel nog die lijntjes over te laten. Dus niet dat je het gewoon helemaal inkleurt. Dus echt te proberen een beetje highlights aan te brengen. Zo. Die pootjes doe ik ook een beetje. Kijk, dat maakt het stukken leuker, hè, zo'n kevertje. Ik zal in het linkje of in het berichtje hieronder van YouTube zal ik die linkjes zetten. En dan mag je zelf dus kijken welke voor jou het beste is. Ik weet niet welke website dat jullie graag gebruiken en of het haast heeft of niet. Dus nou, dit was het weer. Bedankt voor het kijken. En als je niet gesubscribed hebt, graag subscriben. Tot de volgende keer. Doei!